Hij is al aan, hij loopt al. Welkom bij deze vlog. Vandaag gaan we het over mij. Wedstrijd. Wat ga je rijden? 500 meter. Oké, okay, we gaan het zien. Ja, we gaan het zeker zien. Jij al helemaal, door de lens van de camera. Ja. Ja. Hoe ging het? Ja, eigenlijk was het goed. Ja? Nee, de tijd is nog niet wat het moet zijn. Want even, wat was jouw tijd? Ik reed 99.2, maar er zaten wel nog best wel veel verbeterpunten in. Misschien is het voor de mensen thuis leuk om te weten hoe jij eigenlijk begonnen bent met schaatsen. Ik ben begonnen met als doel eigenlijk om op natuurreis te kunnen schaatsen. Als het dan een keer vriest, dan kan je in ieder geval redden. Ja, oké. Okay, en stel dat er in Elfstedentocht toch gereden zou kunnen worden, zou je hem gaan rijden? Nou, ik ben geen rit van de Fries Elfsteden. Dus, echt niet? Nee, eigenlijk heel gênant om te zeggen. Fries en hart en nieren. Ja. Oké, maar hoe ben jij dan begonnen met schaatsen bij dus om op natuurijs te gaan? Het uit de hand gelopen. Hoe ben je bij Team ICO terechtgekomen dit jaar? Nou, toen kwam eigenlijk in het begin van het over vorig seizoen, eind van het seizoen, kwam ik Evan en Martin tegen bij de WK Allround, volgens mij was dat. Ze vertelden ze over hun plannen en dat ze ook wel vrouwen bijbouwden, volgens mij. En ik had op dat moment eigenlijk geen, ik had geen ploeg, want ik wist dat mijn huidige ploeg op liet opstaan. Ik was eigenlijk wel enthousiast over mijn manier. En nu zit je hier helemaal in vol ornaat, net een nieuwe jas gegeven. Ja. Volgens mij een mooie titel behouden in Kasperin. Ja, ik heb een heel goed seizoen gehad. Ja. Net speel gemist, helaas. Dus helaas. Maar dat motiveert ook wel weer om dit jaar wel alles te halen. Ja. Naast het schaatsen heb je ook een druk leven. Want als ik het goed heb, ben jij nog nu volop bezig met je scriptie. Ja. Dan neem ik even een slokje van. Oh, we gaan er even goed voor zitten. Ja, dat is wat een lange zit. Ja. Ik studeer in Rotterdam. Ik ben aan het woord geweest, maar... Je woont hier, voor de duidelijkheid. Doe ik een masterstudie aan de Erasmus Universiteit. De naam van de opleiding is Health, Economics, Policy and Law. En het gaat eigenlijk over alles wat nu in de zorg actueel is. De zorg wordt eigenlijk onbetaalbaar, want er zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen met zorgen ouderen. Hoe gaan we dat systeem in goede banen leiden? Ja. Maar leer je hiervoor nou heb ik inderdaad geneeskunde gedaan, dan graag meer over medisch inhoudelijke dingen. Ja. Dat was je bachelor, heb je een bachelor in geneeskunde? Ja. Ja. Normaal gesproken ga je dan door naar je master geneeskunde en dan ga je boodschap lopen in het ziekenhuis. Dat is gewoon niet mogelijk met het laatste. Nou, ik geloof er wel in dat het daarnaast ook goed is om je op andere gebieden ook te doen. Dus wil je nog iets zeggen tegen de kijkers thuis of niet? Zo gek veel verhaal kan je niet kwijt in 2 minuten. Maar misschien heb je nu een beetje een beeld van mij. Ja. Doei! Doei.